Op woensdag 26 november tekende Stork Fokker een omvangrijk onderhoudscontract voor de NH90-helikopter. Een belangrijke stap in de totstandkoming van Maintenance Valley. Dit grote project moet ertoe leiden dat West-Brabant het centrum wordt van vliegtuig- en helikopteronderhoud in Europa. De provincie speelt een belangrijke verbindende rol. Maintenance Valley staat natuurlijk voor vliegtuigonderhoud en de manier waarop wij dat willen gaan invullen. Met partners, dus met overheid, ondernemingen en onderwijs. En dit contract helpt er natuurlijk bij omdat het A geld genereert. Het genereert onderhoud van NH90 helikopters. En dat niet alleen voor een jaar, maar echt voor een langdurige periode. En dat is natuurlijk heel goed als je het hebt over de invulling van het concept. Directeur Vollebrecht van Stork Fokker tekende het contract. Momenteel zijn er internationaal 500 NH90 helikopters in gebruik. Die zullen de komende tientallen jaren allemaal regelmatig naar Woensdrecht komen voor onderhoud en reparaties. Een belangrijke impuls voor West-Brabant, zowel financieel als qua werkgelegenheid. Ja, dan moet je over lange periode denken, hè, want zo'n vliegtuigprogramma, helikopterprogramma, 30, 40, 50 jaar. Het is een programma waarvoor de onderhoudsfase gerekend moet worden, hè, in miljarden. 3, 4, 5 miljard. Tegelijkertijd gaat het om honderden arbeidsplaatsen wanneer het op stoom komt. 60 tot 80 miljoen omzet op jaarbasis. Wat we in Nederland gaan doen en waarbij het zwaartepunt hier in Woensdrecht zal komen te liggen. Maintenance Valley is een mooi voorbeeld van de goede samenwerking tussen de drie O's. Overheid, ondernemers en ook onderwijs. Want al die specialistische monteurs moeten natuurlijk ook opgeleid worden aan Brabantse ROC's en hogescholen. Er komen op de vliegbasis nu veel nieuwe stageplaatsen bij. Nou, dat is in aantallen nu nog wat moeilijk te zeggen, want de order is net geplaatst. Maar dit gaat om tientallen en misschien nog wel veel meer. Als ik u vertel dat wij op dit moment het aantal studenten in het luchtvaartonderhoud, voor het luchtvaartonderhoud, dat wij een aantal studenten gewoon niet kunnen leveren, niet kunnen plaatsen, moet ik zeggen. Omdat er wel belangstelling is, maar er nog geen ruimte is aan de kant van de praktijkcomponent. Zeg maar de ruimte in dit type hallen en de ruimte in de stageplaatsen. Dan kunt u zich voorstellen dat hier een buitengewoon gelukkig mens staat. Want van de 100 studenten die we nu kunnen opleiden, gaan we absoluut doorgroeien naar 100 en misschien naar 200 en misschien wel 300. Dus dat heeft voor ons zeer groot impact. De verwachting is dat de internationale vloot van NH90 helikopters nog zal groeien naar 1000 stuks. Dat betekent een omzet van miljarden euro's en tenminste 300 nieuwe arbeidsplaatsen in West-Brabant.